Met deze kleine witte duikboot vertrokken ze zondagmiddag diep de zee in. Ze zijn met z'n vijven, 1 bestuurder en 4 toeristen. En ze wilden naar het wrak van de Titanic. Dat schip ligt in de Atlantische Oceaan op 4 kilometer diepte. Er gaan vaker duikboten naartoe. En vanuit zo'n boot werden eerder deze beelden gemaakt. Maar zondag ging het mis. 1,5 uur nadat de duikboot was vertrokken, was er geen contact meer. Daarom is er een grote zoekactie begonnen. 4 vliegtuigen speuren boven water naar de boot. En onder water zijn speciale boeien losgelaten die geluiden van een duikboot kunnen horen. Het wrak van de Titanic ligt ongeveer hier, in de Atlantische Oceaan, 600 kilometer voor de kust van Canada. Om er te komen moet je eerst een flinke tocht maken over zee. It is a remote area and it is a challenge to conduct a search in that remote area. We're doing everything that we can do to locate the submersible and rescue those on board. De Titanic was ooit het grootste schip ter wereld. In 1912 vertrok het vanuit Europa naar Amerika, maar daar kwam het nooit aan. De Titanic botste tegen een ijsberg en zonk naar de zeebodem. Het is een van de bekendste rampen uit de geschiedenis. Er is een wereldberoemde film over gemaakt, een van de meest succesvolle ooit. En zo ligt het schip er nu bij. 2 grote delen, honderden meters van elkaar, met daaromheen kleinere stukken. Vooral het voorste deel is goed bewaard gebleven. Er hangen nog enorme kroonluchters en er liggen ook nog spullen aan boord. Wetenschappers doen al jaren onderzoek naar het wrak. Maar daar komen is niet makkelijk. Het duurt zo'n 2 uur om naar beneden te gaan. En zo diep kun je alleen met kleine onderzeeërs en onderwaterrobots. Sinds een paar jaar gaan er niet alleen wetenschappers heen, maar worden er ook reisjes naartoe georganiseerd. Kosten ongeveer €230.000. En zondag vertrok er dus ook zo'n duikboot. Maar waar hij nu is, is niet bekend. En wat het extra spannend maakt, is dat de duikboot niet heel veel zuurstof bij zich heeft. Ze zouden nog genoeg bij zich hebben voor zo'n 70 uur, ongeveer 3 dagen. De mensen die meegaan met zo'n duikboot weten van tevoren wel dat het spannend is. De reisjes met de duikboot zijn nog een experiment. De boot is niet officieel goedgekeurd door deskundigen. Deep submersible diving is very dangerous, but it is it's high tech, you know, and as each year goes by, the equipment gets better, the technology gets better, and so on. We have our own breathing system on board, so I'm very hopeful and very positive. Reddingswerkers doen er alles aan om de duikboot te vinden.